Jill Raya en ik ben een koekenbakker. Waarom bent u hier begonnen? Een beetje per toeval. Ik schreef heel veel over mijn kinderen en daar deed ik altijd een recept bij. En toen zei iedereen, leuk dat je dit recept schrijft, maar eigenlijk wil ik dat jij het voor mij gaat bakken. En toen ben ik dat gaan doen. En nu, 3 jaar later, zitten we hier. Hoe lang doet je dit al? Kijk hoor, ik heb nu 5 jaar. Ik maak brownies, ik maak worteltaart, carrotcake, ik maak red velvet cake, ik maak caramel shortbread, ken je dat? Houden jullie van Twix? Ja. Die maak ik zelf. Pindakaaskoeken maak ik ook. En nog heel veel andere taarten. Wat vind je het leukste om te maken? Het leukste vind ik nu... Ik maak als een cake explosion. Dat is dan een taart. En dan zegt iemand, ik hou van biggetjes en van kikkertjes en van chocola en zure matjes. En ik vind groen leuk en dan doe ik het allemaal op de taart. En dan is het een soort explosie. Kan je niet hiervoor studeren? Dat is een lastige. Ik vind dat je moet doen wat je heel erg leuk vindt. En dan helpt het wel als je daar nog wat opleidingen voor doet of cursussen. Want het begint ermee dat je uitzoekt wat je het leukst vindt en dan ga je daar verder op leren. Wat vindt u zelf lekkers? Dat vind ik heel lastig, want ik bedenk steeds wat nieuws. Ik vind de pindakaaskoek denk ik het lekkerst. Maakt u ook dingen die u zelf eigenlijk heel vies vindt? Eén ding. En dat heb ik speciaal voor mijn vriend gedaan. En dat vind ik echt smerig. En dat zijn een bananentaart. En ik vind banaan, ja. Dus met banaan en chocola en karamel. En iedereen vindt het heerlijk, maar als ik die banaan moet snijden, dan sta ik echt zo. Ik vind het heel belangrijk als je dan gaat bakken, dat je weet wat je bakt. En er is maar één manier waarop je weet wat je bakt. En dat is door? De proeven. Dus, en hoe proeft het? Lekker. Ja? Dus is dit goed genoeg voor op een taart? Ja. Ja. Ga ik het taart bakken? Ga ik het voordoen en dan pak ik zo een andere taart. En dan mogen jullie het zelf proberen. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Bijzonder, want ik krijg 2 kleurtjes. Maar we gaan eerst de witte kleur. En zo wordt de taart langzaam ingepakt, zie je dat? Mm-hmm. Er zijn 2 redenen waarom ik dat doe. Eentje, ik vind het gewoon mooi. De andere reden is dat hij ook langer goed blijft. Want als een taart. En de ene gaat de lucht. Dan heeft hij nog een beetje een beschermheid. Ja, en de andere wordt heel erg droog. En dat is lekker een droge taart, dat vind ik heel lekker toch? Net zoals een oude taart. Gaan we. Oh. Net zo lang door. Dat eigenlijk. Zie je dat hoe die heel mooi. Wow. Het ziet er al heel mooi uit. Gaan we zo meteen proeven, hè? Want dan moet ik echt de bak en die proeft alles. Maar ik ga eerst de taart smeren. Ik ga niet alles doen, hè? Een beetje. Is dit genoeg, denk ik? Ja, dan heb ik deze en dan gaan we een randje in. Maar niet elke keer, zodat ik af en toe moet drukken. Want in het vierde. Wow! Dat is heel mooi. Nou, ik heb hier nog een randje te gaan. Probeer maar eens. Ik zeg even een doel. Tevreden? Ja. Ga ik
deze in de koelkast zetten. Dan mag ik die een beetje opstellen. Ja. Pak je.